Vandaag ben ik weer op bezoek bij de bio-energetische tandarts, deze keer bij MP3 in Apeldoorn. En we gaan het hebben over optimale mondhygiëne. En dat heeft veel meer belangen dan u thuis denkt. We willen ons gebit goed schoonhouden. En dat is eigenlijk, een gewone tandpasta is misschien wel niet altijd toereikend. In welke gevallen hebben we iets bijzonders nodig en welke oplossing hebben jullie daarvoor? Nou, in het geval van tandvleesproblemen heb je zeker iets bijzonders nodig. Wat voor soort tandvleesproblemen? Tandvleesproblemen, daar bedoel ik mee bloedend tandvlees. En in ernstige gevallen zelfs kan dat leiden tot losstaande tanden. Dus de tandhalzen gaan allemaal omlaag, het tandvlees. Tandvlees trekt terug. Ja, het is rood, ontstoken. En eventueel pijnlijk, maar dat is meestal pas in een later stadium. Oké. En wat is er dan aan de hand en wat zijn de risico's van bijvoorbeeld bloedend tandvlees? Wat is er aan de hand? Het tandvlees is ontstoken. Er is een ontstekingsproces wat zal leiden tot botafbraak. En het gevolg is eigenlijk verlies van het gebit. Hoe ontstaat het botafbraak? Waarom heeft een ontsteking wat met botafbraak te maken? Een ontsteking die in een vergevorderd stadium is, zal ook uiteindelijk het bot aantasten. Het komt omdat bacteriën een bepaalde agressieve werking hebben en die zorgen voor verlies van bot. En dat heeft verstrekkende gevolgen, niet alleen voor het gebit zelf, maar ook voor de algehele gezondheid. Ja, want het is eigenlijk bekend, die mond, dat is eigenlijk het begin van onze darm. En als die barrière hier niet klopt, hebben we een significant verhoogd risico op hart- en vaatziektes, hè? Atherosclerose. Absoluut. We hebben hier ook een mooie afbeelding waarbij we duidelijk de tanden zien en het kaakbot. En daar zit een zwakke plek. Hoe is dat ontstaan? Nou, je ziet dat hier bot weg is, wat oorspronkelijk op deze hoogte heeft gelegen. Dat is ontstaan door bacteriën die kans gezien hebben om langzamerhand steeds verder dieper in de weefsels door te dringen. En daar een ontstekingsreactie hebben veroorzaakt wat botverlies tot gevolg heeft. En we zien hier de resultaten. Ja, deze resultaten die zijn ongeveer een half jaar na het gebruik van de natuurlijke zuurstof die we hebben aangebracht. Rondom deze wortel, aan de achterkant, waar eerst het driehoekige defect zat, is nu het bot weer heel mooi teruggegroeid. Grijs was inmiddels weer mooi wit. De patiënt heeft daar zelf natuurlijk ook heel veel aan gedaan. Hij heeft dagelijks de gel aangebracht en dat heeft dit resultaat kunnen bewerkstelligen. Dus echt een regeneratie van het bot. Nu, deze tand zat nog op zijn plaats, maar bij implantaten is het nog weer wat anders. Ja. Wat we hier zien is een implantaat met een kroon erop. Je ziet hier het bot rondom het implantaat. En wat je ook ziet is dat hier bot rondom het implantaat verdwenen is. Zelfs tot onder de schroefwindingen van het implantaat. We noemen dat een peri-implantitis. En hier is het weer terug. Ook hier weer een half jaar later zien we dat het bot weer mooi teruggegroeid is tot boven de windingen. Het zat oorspronkelijk hier en het is weer heel mooi geregenereerd door het gebruik van die natuurlijke zuurstof. We hebben gezien nou hoe dat mooi herstelt, maar hoe gaat het in zijn werk? Nou, de patiënt die komt, we zullen een initiële behandeling doen. Daarna wordt de patiënt geïnstrueerd hoe de gel aan te brengen. En op welke plaats, op welke manier. Gaat het thuis vervolgens zelf doen en komt daarna weer bij ons terug om de resultaten te beoordelen. En het thuis doen wil zeggen met de speciale Blue M tandpasta je tanden poetsen? Niet alleen met de tandpasta. In dit soort gevallen waar echt bot verdwenen is, doen we dat met een gel. Gel heeft een 5 keer hogere concentratie zuurstof dan de gewone tandpasta.